Goedemorgen, je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Boven het noordoosten van het land liggen nog wat dikkere wolken en daaruit valt van tijd tot tijd wat motregen. Dat trekt naar het noorden weg en daarna wordt het op veel plaatsen droog. Misschien dat hier en daar de zon een gaatje weet te vinden, maar in het algemeen heeft bewolking toch de overhand. Vanochtend temperaturen tussen 4 en 8 graden. Vanmiddag loopt het kwik wel wat verder op. Dan worden 10 graden in de kop van Noord-Holland tot 14 in Limburg. Aan het eind van de middag neemt in het zuiden van het land de kans op wat regen weer toe. Daarvooruit is het dus meest droog met wat zon hier en daar, maar vaak ook wolkenvelden. Vanavond breidt die neerslag zich langzaam in noordelijke richting uit. In het noorden blijft het tot middernacht droog, maar wordt het later dus ook wat natter. Dan gaan we naar de morgen, dan hebben we vooral in het noorden eerst wat motregen. Daarna op veel plaatsen droog weer. Met temperaturen die nogal uiteenlopen. In Groningen wordt het 5 graden, in het zuiden 12. En de wind komt uit uiteenlopende richtingen. Dan het paasweekend, de paasdagen, zondag en maandag. Zondag is de kans op een bui wel aanwezig. Maandag gaat het later op de dag weer harder regenen. En de temperaturen zijn wat magertjes, op veel plaatsen maar 7 graden. Alleen in Limburg is het maandag zachter.